De binnenstad van de stad Groningen kent veel kleine restaurantjes en eetcafés die zelfs bij de Groningers zelf niet allemaal even bekend zijn. Een van die restaurantjes is de soepwinkel in de oude Kijkendjatstraat, niet ver van de Grote Markt. FC Groningen middenvelder Tommy Jarier is een groot liefhebber van soep. Als wij tijdens de lunch op voetbal ook soep hebben, dan sta ik altijd vooraan. Want het is gezond, veel variatie. En dat vind ik echt heerlijk, echt super. We gaan het met Jarier in de soepwinkel uiteraard over voetbal hebben. Maar niet voordat we onze bestelling hebben gedaan. Ja, ik wil graag de proeverij. En dan de regenboogwortelsoep, daar zit daar niet bij. Oké, dus de andere drie. Ja, de andere drie. De geboren Groninger Jarier voetbalt al sinds zijn 10e bij FC Groningen. Alleen gedurende het seizoen 2012-2013 werd hij een half jaar verhuurd aan FC Emmen. De 26-jarige Jarier speelde tot nu toe 155 officiële wedstrijden voor FC Groningen en is daarmee van de huidige selectie de speler met de meeste duels in het groen-wit van de FC. Nou Tom, ik wil jou even een paar steekwoorden voorleggen en ik wil graag dat jij daarop reageert. En het eerste steekwoord is 4-4-2 systeem. 4-4-2 systeem. Er zijn heel veel woorden over vuil gemaakt de laatste weken, dagen. Dus we begonnen met 4-3-3. We zijn overgestapt naar een 4-2-2-2 systeem. Twee spitsen, twee erachter en twee controleurs eigenlijk. En tot nu toe bevalt het wel goed. Ja, dan heb jij eigenlijk op twee posities al gespeeld. Centraal in de verdediging en als een van de controleurs. Ja. Hoe bevalt dat? Centraal verdediging was een noodsituatie omdat Kappel of geschorst was. Maar als controleur bevalt het natuurlijk beter. Ik heb het gevoel dat ik meer vrijheid heb en meer kan voetballen daar. Dus ik vind het prima. Is dat nou de positie die jou het beste ligt? Ja, die vraag die krijg ik ook wekelijks, dagelijks aan mijn hoofd. Word je daar niet gek van dat je die vraag krijgt? Nee, weet je wat het is? Ik kan gewoon overal spelen. Ik kan laatste man spelen, ik kan rechtsback spelen, ik kan op middenveld spelen. Ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar ja, ik voel me overal eigenlijk goed. Ja, ik denk dat heel goed bij mij past. Ik denk dat ik als speler alles wel redelijk kan. En vandaar dat ik ook overal op mijn plaats voel. Ja, dat is handig. Zou je ook als aanvaller kunnen fungeren? Nou, niet als spits. Ik zou wel als rechts of links buiten kunnen fungeren. Ja, dat zou ik ook dat zou kunnen. Ja, zeker. Ja, vind ik een mooi woord. ik heb vanaf dit seizoen elke wedstrijd gespeeld. Ik heb eentje gemist vanwege blessure. Maar ik heb een vaste basisplaats dit seizoen. Mm-hmm. En ik vind dat ik gewoon zelf even heb afgedwongen. Als je ziet waar ik vandaan kom, ben gewoon hard gaan trainen, hard aan mezelf gaan werken vooral. Ik heb niet naar andere mensen gekeken, niet naar andere dingen. Ik was puur aan mezelf, met mezelf bezig. En gewoon met trainingsarbeid, voor de training, na training, zo sterk mogelijk worden. Elke training weer en dan zie je dat het beloond wordt. Doelpunt. Dat vind ik ook een hele mooie trouwens. Want die ben ik wel van plan om te maken binnenkort. Dat is alweer een hele tijd geleden. Ik denk al een paar jaar geleden dat ik een doelpunt heb gemaakt in de competitie. En het begint wel een beetje te kriebelen. Dus ik wil niet afspreken dat ik een doelpunt ga maken, maar ik ga het wel proberen. Ik ga wel mijn best doen. Jarier maakte in ruim 150 wedstrijden voor FC Groningen nog maar 4 doelpunten. Maar als Jarier scoort, dan doet hij dat ook meteen mooi. Jarier, en daar is de 5-1. En wat is de wraak van Groningen dan compleet? Jarier met 0-1 op zijn voet. Die maakt 0-1. Wachten op de mensen die komen. Jarier is er daar één van. Jarier! Oh, wat een mooie goal! Van Tom Jarier. Groningen komt op 4-2. We hebben wel een basis gelegd waarmee we verder kunnen. Mm-hmm. En dat is denk ik het belangrijkste dat je uit de laatste wedstrijd kan halen. Dat we het goede gevoel, voetballend, en dat we ook kansen hebben gecreëerd, dat we dat gewoon doorzetten in de volgende wedstrijd. Ja. En dan een keer omzetten 3 punten, want daar gaat het natuurlijk wel om. Te beginnen komende zondag om 16:45 thuis tegen NAC. Wellicht er een paar gezonde soepjes daarbij kunnen helpen. Maar het ziet er goed uit, Emiel. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk, ja.
Die erwtensoep heb jij niet, hè? Wat zei je? Die erwtensoep heb jij niet, hè? Nee, die is toch. Oké. Okay.